Deze video gaat over sinusoïde in de praktijk. In deze video bespreek ik een opgave waarin we onze kennis over sinusoïde moeten toepassen in de praktijk. De opgave zie je hier naast mij staan. Het gaat over de gemiddelde dagtemperatuur, hoofdletter T, in graden Celsius in Napels. En die kan worden benaderd door een model van de vorm T is A plus B sinus C N min D. Daarin is de N het dagnummer met N is 1 op 1 januari. Gegeven is verder dat de maximale temperatuur op 20 juli wordt bereikt en die maximale temperatuur die is 25 graden Celsius. T is minimaal op 19 januari en de minimale temperatuur is 9 graden. En de opdracht aan ons is: stel de formule op van T. Dus we krijgen heel veel informatie en de formule van de sinusoïde en die formule die moeten we eigenlijk helemaal compleet gaan maken. Nou, om compleet te maken moeten we uitrekenen wat de waarde van a B, C en D is. En laten we beginnen met de A, want zoals we eerder hebben geleerd, de A die staat voor de evenwichtstand. En voor de evenwichtstand hebben we de volgende formule geleerd. Dat is maximum plus minimum gedeeld door 2. Nou dat gaan we even noteren. Dus we noteren dan de A is gelijk aan de evenwichtstand. En de evenwichtstand is maximum plus minimum gedeeld door 2. Dan gaan we dat even uitrekenen, dan gaan we even goed kijken in het verhaaltje. Het maximum is 25 en het minimum is 9. Dus je krijgt dan is gelijk aan 25 plus 9 gedeeld door 2. Nou, 25 plus 9 is 34, door de helft is 17. Dus de evenwichtstand, de a, die is gelijk aan 17. Nu hebben we hebben de a gevonden, gaan we door met de volgende letter. Dat is de letter b en de b die stelt voor de amplitude. En ook voor de amplitude hebben we een formule geleerd. Dat is namelijk maximum min evenwichtstand. En ook dat gaan we even opschrijven. Dus je krijgt dan dat de b gelijk is aan het maximum min de evenwichtstand. Nou, in dit geval is dat het maximum, hadden we net al hè? het maximum is 25. Dus je krijgt dan is 25. Min, en de evenwichtstand hebben we net uitgerekend. Die is 17. Dus 25 min 17. En dat is gelijk aan 8. Dus de waarde van B, en dat is de amplitude, die is dus 8. Nou, dan gaan we door naar de C. De C heeft te maken met de periode. Want er geldt dat de periode gelijk is aan 2π gedeeld door c. Maar andersom geldt ook dat C gelijk is aan 2π gedeeld door de periode. En ook dat gaan we even noteren. Dus je krijgt dan dat de c gelijk is aan 2pi gedeeld door de periode. Nou, gaan we even goed naar het verhaaltje kijken. Dus die 2pi is natuurlijk duidelijk, maar de vraag is wat is de periode? Want die hebben we nodig om de c te berekenen. Nou, in het verhaaltje staat niet letterlijk dit en dit is de periode. Maar wat je wel ziet staan is dat het gaat over de gemiddelde dagtemperatuur in een jaar. En hoe lang duurt een jaar? Een jaar is 365 dagen. Dus na 365 dagen gaat dit hele verhaal zich weer herhalen, want dan heb je een nieuw jaar, dus dan begint die hele cyclus weer opnieuw. Dus we mogen hiervan uitgaan dat de periode gelijk is aan 365, want dit gaat dus over 1 jaar. Dus je krijgt dan, c is 2pi gedeeld door de periode, is dus 2pi gedeeld door 365. Degene wat hier uitkomt is natuurlijk een heel lang kommagetal, Dus ga dat alsjeblieft niet uitrekenen. Want uiteindelijk in ons eindantwoord gaan we ook geen comma-getallen vermelden. Laat dit gewoon zo staan. C is 2 pi gedeeld door 365 en dat is goed. Dus nu hebben we de waarde van A gevonden. Dat is dus evenwichtstand maximum plus minimum gedeeld door 2, oftewel 17. En de b is de amplitude. Daarvoor doen we maximum min evenwichtstand. Dat is 25 min 17 en dat is 8. Nou, voor de C deden we dus 2 de periode. en toen vonden we dit, gaan we niet uitrekenen, dat laat je gewoon zo staan. Oké, okay, dit hebben we nu allemaal en het enige wat nog ontbreekt is de waarde van d. Zoals je weet staat de d voor de x-coördinaat van het beginpunt. En laten we eerst even kijken of we die zomaar uit het verhaaltje kunnen halen. Nou, in het verhaaltje zie je staan dat deze formule begint met dagnummer n is 1 op 1 januari. Dus misschien denk je nou wel, oh dat is mooi, het begint bij n is 1, dus dat is het beginpunt. Maar zo werkt het helaas niet, want het beginpunt is de plek waar de grafiek stijgend door de evenwichtstand heen gaat. En we weten niet zeker of dat bij n is 1 het geval is. Dus je mag niet zomaar zeggen, oké, okay, de d is 1, want het staat in het verhaaltje, hij begint bij 1. Nee, je moet het echt gaan beredeneren, en daarvoor gaan we even kijken naar de tekening die je hier aan de rechterkant ziet. Ik heb deze tekening ook gebruikt in de vorige video, want dat principe wat ik toen heb uitgelegd, dat gaan we nu ook weer gebruiken. Dit is de tekening van de standaard sinus, i is sinus x... En ik heb in de vorige video uitgelegd dat je zo'n sinus kunt indelen in vier stukken. Hij staat namelijk op 1 vierde bij de top, 2 vierde zit hier in het midden, 3 vierde deels het minimum en het einde van de periode noemen we dan weer 1. Wat weten we allemaal volgens het verhaaltje? We weten het maximum bevindt zich bij 20 juli en dat is 25 graden. Dus het maximum dat zit hier, dat is 25 graden en dat is dus bij 20 juli. Dan moeten we even uitrekenen welk dagnummer is dat, die 20 juli. Want we tellen de n in dagnummers. n is 1 is 1 januari. Dus als je dan even uitrekent 20 juli, dat wordt dan nummer 201. Dus bij dat maximum hoort als dagnummer 201. Dat zit dus hier, 201. En vanuit daar gaan we uitrekenen wat het beginpunt is. Want het beginpunt, dat zit hier bij de 0. Dat is waar die stijgen door de evenwichtstand gaat. En hier tussenin, tussen dit begin, zeg maar het vraagteken. En die 201, daar zit dus een kwart van de periode in. Nou, Een kwart van de periode, de periode was een heel jaar. Dat was 365. Dus daar gaan we een kwart van berekenen. Dat gaan we even netjes opschrijven. Dus we doen dan het volgende. 1 vierde keer 365. Nou, als je dat uitrekent en je rondt het af op gehele, kom je uit op 91. Dat is 91. Dus 1 vierde van de periode, dit stukje hier tussen is dus 91 dagen. Dus van iets tel ik er 91 bij op, kom ik uit op 201. Nou hoe kan ik dan het beginpunt uitrekenen? Daarvoor doe je dan 201 min 91. En ook dat gaan we even noteren. Dus we schrijven dan op 201 min 91 is gelijk aan 110. Dus het beginpunt, dat vraagteken wat hier staat, dat bevindt zich dus bij dagnummer 110. En die 110, dat is dus de x-coördinaat van het beginpunt en dat is dus de waarde van d. Dus ga ik er nog even voorzetten. Dus d is gelijk aan 201 min 91 en dat is 110. Nou en nu zijn we compleet, nu hebben we alles berekend, dus dan gaan we ook nog even netjes de formule opstellen. Hè? Want de opdracht is stel de formule op. Dus je krijgt dan t is 17 plus 8 sinus. Tussen haakjes 2pi gedeeld door 365, haakje x min 110. En dit is dus het eindantwoord. En nu zijn we helemaal klaar. Dat laatste stukje is echt wel het lastigste. Omdat je dus echt helemaal zelf moet gaan bedenken hoe je die waarde van d kunt berekenen. Het komt echt wel heel vaak op hetzelfde neer. Namelijk dus goed kijken naar die verhoudingen. Dus zorg ervoor dat je dat een paar keer oefent. Want je komt dit ongetwijfeld tegen op je volgende proefwerk. Nou, Zorg ervoor dat je alles weer netjes uitwerkt, hè? stapje voor stapje zoals ik dat doe. Want dan behaal je alle punten bij deze vraag. Wat leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Ben je nou blij met Malt Menno? Doe dan een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Je kunt me ook volgen op Instagram en als je wil zien welke video precies waarover gaat, kijk dan eens op de overzichten op mijn website www.malthetmeno.nl